Ja, het gaat momenteel niet zo goed met mijn hondje. Maar ja, ik hoop dat het weer gauw mag knappen. Maar in ieder geval een hele goede morgen. Het is vandaag weer maandag. Het is de 26e en het is 10:37. Ik wens jullie als eerste een hele hartelijk welkom bij onze gloednieuwe vlog. Hé meis, ja nou? Jij? Ja, oh goedje, om je ruiken. Ja, dat, en daar zit onze kerel. Hé? Rode rakker. Maar in ieder geval, ja, met mijn hondje gaat niet zo best na gisteren. Het lopen, dat heeft ze niet helemaal goed gedaan. Hij is door een van zijn achterpootjes toch weer gegaan. Hij huilt wel niet erdoor, hij loopt nog wel. Maar hij kan heel moeilijk trap opkomen. Heel moeilijk de bank opkomen of op bed komen. Dan moet hij even geholpen worden. Dus ik ben vannacht ook om de haafklap wakker geweest. Want dan hoorde ik hem weer lopen. Want af gaat wel. Ook naar beneden lopen ging wel. Maar het is juist het omhoog. Dus ja, ik weet het niet. Dat, ik weet het, hij piept ook niet meer. Ik pootjes streel, niks. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het zal hopelijk wel weer goed komen. Ja. Heb even wat rust nodig, even zijn tijd en dan komt het er wel weer goed. Maar ik wens jullie in ieder geval allen, ja ik heb trouwens last van mijn arm van het optillen. Maar ja, gaat ook wel weer over voordat ik een oud kereltje word, toch? Maar in ieder geval, ik wens jullie allen een hele fijne maandag toe. En God zegen, degenen die werken moeten werken, etcetera, etcetera. Voor de zieken natuurlijk van harte beterschap. Straks rond 11 uur. Komt mijn mannelijke begeleider weer. Dus ja, wat hij moet doen, ja, de klok gelijk zetten. Ja, daar kan ik niet bij. Moet ik op het trapje staan of wat dan ook, dat vind ik eng. Ja, vooral op de kleine trapje. Ik loop liever die grote trap die ik heb op, dan een kleine trapje. Want dan heb ik meer houvast bij de grote, bij die niet. Nee, dat is een klein trapje die daar staat. Maar in ieder geval, hij kan het beter dan ik. Mag hij doen, simpel. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot later op deze dag. Doei, doei, doei. Ja, eerste les, hoe leer ik een boom snoeien? Ze zijn daar lekker bezig een boom te snoeien. En dat met een handzaag. Helemaal naar boven toe, in een tak. En dan is het van onderen. Jongen, nog aan toe. Ja. Hup, hebben ze weer een tak naar beneden. Even deze kant. Hup, nog een tak naar beneden. Leuk. Ja. Maar goed dat ik niet bij langs rijd, anders had ik gezegd van nee, dat doen jullie verkeerd. Moet je aan een ander overlaten en er zelf bij gaan zitten. Zagen, zagen, wie de wagen, Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Lol. Hup. Nou, je zou denken dat alles, ja, in diepe rust is, hè, dat het nacht is. Die ligt te slapen. Ons prinsesje en mijn grote jongen ligt te slapen. Die heeft een opgezet achterpootje, dat is een beetje dik. En ja, zijn we vandaag achtergekomen, althans vanmiddag. Ja, Astrid is ook alweer een aantal uren weg. En mijn vlaggenmast, die is trouwens ook langer geworden. Dan hoop ik dat jullie hem krijgen te zien. En daar hebben we onze rode rakker. Ja. God, die enkel, er zit nou niet een bal op. Die is er even afgebleven.
Want die moet ik mee hebben naar een winkel. Ja, man. Wat is er dan? Ja, wat is er dan? Hé? Kereltje. Maar in ieder geval, die kleine dame daar ligt ook op de kachel lekker bij de warmte. Ja. Nee, maar de bal die heb ik hier. Dat is dit ding. Die behoort er bovenop. Maar die man die heeft hem eraf gehaald. Om de dood eenvoudige reden. Ik moet nog koord halen. En dat moet dus door dat gleufje van die wiel heen kunnen. En die neem ik dus... Als het goed is, morgenmiddag even mee. Want ik heb hier... ik moet zo'n kick hebben als, tenminste die man die heeft het opgeschreven, of dat inderdaad zo heet, weet ik niet, waar de touw mee wikkelt. En dus ja, ik weet het allemaal niet. Dus dan ga ik morgen eventjes achteraan, morgen aan het einde van de middag. Ik moet eerst weten wanneer mijn andere begeleidster komt. Vanochtend had ik de mannelijke begeleider en morgenmiddag de vrouwelijke. Dus dat zullen we weer even zien hoe en wat. En dat Karin en Roderick gisteren hier waren, die zit in mijn videopad. Al een geruime tijd, maar hij is maar zoveel, als jullie dat kunnen zien. Dus ja, dat is niet zoveel. Maar ja, dat komt goed. Ja, dat heeft wel nog een aantal x uren te draaien. Dus ja, ik kan niet veel doen anders. Ook dat, wat dat er gaat, dat videopad nog een keer open kon. En nog eens een keer open kon, bij wijze van spreken. Dan kon je wat meer doen, hè? Maar dat kan niet. Nee, ja. Dus ja, het is geduldig afwachten. Totdat hij klaar is. Voordat ik hem naar YouTube kan brengen en dat hij van de week geplaatst kan worden. En voordat ik weer met een andere vlog erin kan werken. Ja, even geduld zeg maar. Wat dat er gaat, had ik best wel iets beters willen hebben. Maar dat kost denk ik ook weer geld. Ja. En we willen toch altijd alles gratis hebben. Ja, maar voor niets gaat de zon op. Maar ja, ik ben blij dat er gelukkig wel dingen zijn wat gratis is. He, want ja, ik heb ook niet zoveel, mag je best weten. Maar ik ben blij met dit al, dat we dit kunnen doen. En dat ik jullie veel plezier kan geven met mijn vlogs. Ja. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen tot strakjes. Ik ga straks om 6:30 is dat die meneer even eten geven. En ik ga zelf natuurlijk ook even eten. Weet ik allemaal niet wat. Ik heb wel vlees eruit gehaald. Of het al ontdooid is, weet ik niet. Kreeg ik gisteren een hamlapje of zoiets. Dus gaan we straks eten. Ja. En wat ik er verder bij doe. Misschien een blikje groente. Lijkt me genoeg. Ja. En dus. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Vanavond en smakelijk eten. En tot straks. Doei doei. En daar zit er een. Daar staat er een. En er ging er nog eentje, maar waar die is gebleven. Oh, daar gaat hij. Ja, en ik had een prinsesje. Oh, die zit hier. Kijk dan. Hallo meisje. Ja, ik ga weer eten, lieve vrienden. Ik heb mijn badje weer klaarstaan. Ik ben nog even met koffie bezig. Laat ik jullie even zien. Wijntje erbij. Waar staat die? Door. Ik zie hem zelf niet eens. Daar. Kijk daar aan. Ja, bij de koffie zie je hem ook niet zo wat. Ja, doet er niet toe. Ik ben al met mijn koffie bezig. Waterkoker staat op, dus. En het is maar raar, vreemd weer. Het is grijs. Ja, het is echt heel raar weer. Je zou haast denken het wordt meestig.
Ja, het is ook wel voorspeld mis. Tenminste, dat dan zie. Nou ja, in ieder geval, ik ga zo lekker een hapje eten. Ik heb lekker vlees, groenten, mais, lekker. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei doei! Hé, hey, mijn kereltje. Ben je ook lief? Hé, hey, man. Hé, hey, kerel. Ben je ook lief? Jij. Ja, hij is hartstikke lief. Maar ik zeg een hele goede morgen. Ja, ik ben al een enige tijd eruit, hoor. Maar mijn huishoudelijke hulp is al geweest. Ik heb zelfs al visite gehad. En ik hoorde de brievenbus gaan. Ja, er is weer post binnengekomen. Dus dat gaat allemaal door. Maar ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele, hele fijne dag toe. Ja, het is vandaag dinsdag. Het is de 27e alweer. De Tietholdingskoft, zeggen we dan in het Fries. Maar in ieder geval... En het is 11:30 om precies te zijn. Ik moet zo meteen de hort op. Ik probeer jullie mee te nemen, uiteraard. Ik moet wel overal snel naartoe. Want om 2:30 komt mijn vrouwelijke begeleidster weer. En dus, ik wens jullie allemaal heel, heel veel plezier met deze gloednieuwe vlog. En geniet van de rit. Dan doe ik dat ook, ja. Ik krimp hem wel in elkaar weer, maar dat zien jullie dan wel weer. Ik zou zeggen, tot straks als ik weer thuis ben, want dan kom ik wel weer retour. Toekiedokies. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas alweer aan. Het is mijn muts nog op, tenminste mijn hoedje. Meneertje moet zijn kap nog om. En dan gaan we die kant weer op. En de co-pro die gaat mee, die zit al in mijn tas. Dus ja, we zullen ons gaan versnellen. En dan zien jullie straks graag weer terug. Toedeledokies. Ja, wat vrouwtje weer thuis is, schat. Ja, je hebt goed opgepast op de meisjes, hè. Ja. Had je dorst? Ja, ik heb dus weer inkopen gedaan, lieve vrienden. En jullie waren mee. Maar op een gegeven moment zei de co-pro, doe het zelf maar, want mijn batterijtje is leeg. Wat was ik vergeten? De reservebatterij. Ja, dus ja, helaas, de rest van de rit zit er niet op. Maar ja, jullie zijn daar ook al eens geweest. Dus het is ook niet 1, 2, 3 een ramp. Maar ik ga de vlog tot zover in elkaar zetten vandaag. Met de co-pro doe ik apart, dat we weg zijn geweest. Dat doe ik apart, anders wordt het weer zo'n hele lange vlog. En dat willen we niet, nee. Ben je mal? Dus dat doen we gewoon apart. Ja, neem ik jullie gewoon mee. Ja toch? Dus het komt allemaal goed. We zullen het beleven. Maar ik ga mijn boodschapjes even uitpakken, want ik krijg zometeen ook bezoek. Dus ik moet even opschieten. Ze zeggen, tot strakjes. Ons prinsesje had weer wat bepraten, hè? Ja. En nou? Kijk maar weer stil. Mag ook, hoor. Ja. Mijn lieve vrienden, ik zou jullie het laten zien wat we gekocht hebben bij de Action. Maar ik ben ook bij andere winkels geweest. Onder andere... Big Bazaar en de Xenos. Heb ik die weer gekocht? Want ik moet een spiegel maken waar dit op volkomt. Net zoals die. Nou, dan heb ik deze gekocht. Ook altijd leuk. Heb ik er 2 maal van. Wat zei ik nou? Hoe heette die? Ferns, hè Karen? Ja, Ferns. Jij wou een spiegel hebben, een vierkante, met zwart-wit. Nou ja, het is wit, maar er zit een heel klein blingetje in. Moet ook kunnen voor een jongen, vind ik. En je kaars, die had ik al op de vlog, maar die komt er dus bij.
Dus, dat komt allemaal goed. Als het klaar is, dan hoor je het allemaal wel. Ja. Want het is wel zo, ik wil graag geld zien van de klanten voordat ik het ga verzenden. Ja, maar dat horen jullie dan allemaal wel via het PB op Facebook. Ja. Als jullie een spiegel willen hebben, prima. Maar voor niks gaat de zon op. En mijn geld zit erin. Mijn uren zitten erin. Ik moet ook verpakkingsmateriaal aanschaffen en alles. Dus ja. En dan moet het nou nog een keer naar België toe. Ja, ook dat nog. Woepie, onze buren. Ja. Dus ja, degene die een spiegel van me willen kopen, dat kan. Neem contact op met mij op Facebook. Ik heb dezelfde naam daar. Gewoon bij mijn naam Corina Luisterburg de Jong. En dat vinden jullie het altijd wel. En mijn poesjebeestje, wat doe jij daar? Oh, ook goed. Maar in ieder geval, daar kunnen jullie me gewoon vinden. En ja, anders Karin van der Werf, die kun je ook vinden. En via Karin van der Werf kun je mij wel weer vinden. Hoop ik. Kan ook allemaal. Dus, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van deze vlog. Ja, ik heb ook nog vogeltjes gekocht. Ja, en ik heb verschillende vogeltjes. Ik heb vlindertjes gekocht, ook verschillende. Ho, dat gaat al een potje. Leuke applicaties heb ik gekocht. Ik heb bont gekocht. En denk je, bont? Ja, nou kun je het er om die rand heen plakken. Ja, een beetje stoer. Vierkante spiegels en ronde spiegels. Ja, dus zou zeggen, bestel en je krijgt er iets moois voor terug. Ja, maar niet gratis. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later op deze dag. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, ik heb weer een spiegel af. En deze spiegel is besteld uit België vandaan. Door een zekere Ferns, als ik zijn naam tenminste goed uitspreek. Want dat weet ik dus niet. Ik ben geen Belgische, ik ben gewoon een Nederlandse. En ja, iedere naam spreek je toch weer anders uit. En ik hoop dat het zo zwart-wit genoeg is, Ferns. Uit België. Ja, achternaam weet ik niet, dus zat mijn hoofd. En dan moet ik eventjes op Facebook kijken. En dat zal ik eens eventjes gaan doen. Moet ik even naar de groep toe. Mijn spiegelparadijs. Daar kunnen jullie ook aanmelden. Want daar, dat is de groep waar ik ze in verkoop. Dus Ferren zei hij alleen ja. Ik zal zijn... Nou, dan laat ik het even zien. Dan zal hij zijn eigen, of zij, of hij, zal dan wel zien hoe dat zijn profiel herkennen. En ja, met jou ga ik even om de tafel op afstand. Want ja, voor niks gaat de zon op. En je wou betalen, dus het komt allemaal goed. Ja. Uiteraard, anders maak ik ze niet. Toch? Maar ik vind hem zelf super mooi. Mijn buurvrouw hierachter vindt hem ook al mooi. Ja. Maar deze is voor jou. Dus ja, lieve vrienden. Deze is dus af en die is voor een klant. En er zijn er weer kapers op de kust. Dus ik moet meer spiegels maken. Maar anders. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik sluit weer. Ik ga de troep weer opruimen. Ik ben moe. Vanavond doe ik geen spiegels. Nee. Morgen weer een dag. Iedere dag even een spiegel. Want mijn lichaam die is eventjes... ja, en ik wil ook eten zometeen. Mijn hondje moet nog eten. Hoe laat leven wij eigenlijk? Weet ik niet eens. Ah, oh, het is nog vroeg. 5:30. Nee, maar ik ga ook niet meer verder, want ik heb nog een hoop andere dingen te doen. Ik moet sowieso hier eerst ook weer opruimen. En dus, dan ga ik wel een soepje zo vast lekker warm maken. Dan heb ik dat al gehad, want ik had zin in soep. Ja, wat voor soep vraag je?
Oké, nou laten we het je toch zien. Kippensoep, gewoon naar blik. Ja. En een Gelderse schijf. Ja. Dus ja, lieve vrienden, kom op. Bestel een spiegel. Je kan me vinden bij mijn groep. Of gewoon via mijn naam op Facebook. Zoek hem op. En anders ga je naar Karin van der Werf. En of, wat ook kan, mijn zoon Harm van Beek. Ook die, dat is mijn liefhebbende zoon waar ik ook gek mee ben. En ook die vlog trouwens. Maar ja, zoek me op zou ik zeggen. En bestel, zoek me op in PB, persoonlijke berichten. En dan komt het allemaal wel goed. Ik zal mijn groep even laten zien. Maar dan moet die computer even willen. Welkom. Kom op. Voilà, voilà, voilà. Ja, dat is mijn groep. Dat is misschien beter te lezen, ik weet het niet. Ja? Nou ja, ik heb nu 86 leden. Maar 86 leden hebben, dat zegt niks. Nee, bestellen, dat zegt meer. Ja, gewoon bestellen. Enkel, ja, één spiegel die kan ik niet meer maken. Helaas binnenkaars. En dat is met die grote stenen erop. Die stenen, ik moet eerst weten waar mijn man ze destijds gekocht heeft. En ik moet dan nog steeds naartoe. Maar daar moet ik wel ook even de tijd voor hebben. Want dat ligt niet op mijn route altijd. Nee. Het is een tuincentrum. Dan daar ga ik eens een keertje koekeloeren. Dus, en dat is net zo min als mijn witte diamanten, zoals die spiegel. Nou, dat moet er ook maar zijn. Ik kan wel diamanten vinden. Ja, roze, paars, rood, weet ik veel wat. Ja, weet ik veel. Maar niet wit. Nee, kan ik helaas nog niet vinden. Dus, maar ja. Er zijn er in ieder geval, die kan ik wel maken, die gaat ook naar België, die gaat naar België, die gaat naar België, ja niet op dat lint letten, dat is van mijn man, dat is zijdebloemen, dat was een grafboeket, hangt hier gewoon aan de muur, moet kunnen. En dus ja, moet ik weer even terug. Soms weet ik zelf niet meer wat ik doe. Hoe dom kun je wezen? Kijk. En deze. Dat is een simpele. En die gaat voor 12 en een half. Ja, er staat 12, maar ik kreeg geen 50 cent achter. 12,5 euro wanneer je hem op kan halen. Zo niet, dan moeten de verzendkosten erbij. Maar dit is een heel simpel gevalletje. Ja. Dat deed hem bij mij de das niet om. Dus, ja. Maar die Ferns heeft besteld, ja, daar moest ik opnieuw aanschaffen. Dit had ik gelukkig nog. Behalve die kaars heb ik gekocht. Maar voor Ferns moest ik helemaal opnieuw de spullen aanschaffen enzovoort. Ja, het komt er allemaal bij. En ja, gossie, als je wat wil hebben, moet je er ook wat voor over hebben, toch? Even niet, schud de zon op en ga je naar de winkel, moet je ook betalen. Ja, en bestel je wat via internet, moet je ook betalen en dan moet je ook vooraf betalen. Dat is bij mij net zo, simpel zat. Er komen nog vaste prijzen, ja. Dus, en wil je een spiegel alleen met een simpel bovenrandje hebben? Kan ook. Het is wat jij wilt. Niet wat ik wil, nee, wat jij wilt. Jouw wil, dat is jouw wens. Ik maak het, maar dan moet ik wel het materiaal kopen. Komt er allemaal bij. Ja. Maar het is wel leuk om te doen, maar ook vermoeiend. Je moet steeds je hoofd er, ja...
Je moet steeds weer nadenken van wat zal ik nou maken, hoe moet ik het nou doen, noem maar op. Maar nou zoek ik nog een klant en die ben ik even kwijt. Het is een vriendin, maar ja, haha, lol. Even weer naar boven scrollen. Onverharde palen zegt op de televisie. Ja, waarom niet? Oh, het is wat als je moet zoeken, hè? Ja. Even dit openen. Anita Breek, ja. Anita Breek is ook zo. Eventjes. Want zij had ook spiegels besteld, maar ik moet even weer weten welke. Dus terugscrollen in haar. Ja. Ja, en dan wil ze de 3 ronden hebben. Nou ja, dat kan. Dat kan. Ja hoor, dat kan allemaal. Ik weet nu welke. Moest u eventjes weten wie wat waar. Maar dat komt ook goed. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Degene die eten moeten, eet smakelijk. En een fijne avond en geniet van elkaar, met elkaar. Heb een liefdevolle avond en God zegen. En ik zeg ook voor later, welterusten, lekker slapen en morgen gezond op en tot aan de andere kant van de nacht. Doeg!